Hallo iedereen, mijn naam is Leni en in deze video ga ik het hebben over de leeuwenpoort. Intussen al een veelbesproken energie. Die energie komt op haar hoogtepunt op 8 augustus deze week. De energie is al aanwezig sinds vorige maand en loopt nog door tot september. Leeuwenpoort dankt haar naam aan het sterrenbeeld Leeuw, waar de zon zich op dit moment in bevindt. Nu, de energie bevat vooral heel veel licht, heel veel inzicht wat naar ons toekomt, heel veel kracht, zelfvertrouwen, ook een heel belangrijk thema. En in de video van de nieuwe maan had ik het hier al over. Sinds vorige maand is de energie enorm toegenomen. En nu vraagt deze vuurenergie, die leeuwenenergie, ons om naar voren te stappen. Om onszelf te laten zien. Om inderdaad in die kracht te gaan staan, om dat zelfvertrouwen te voelen. Wel op een zachte manier, maar wel dat vertrouwen te hebben in onszelf en onszelf durven te laten zien. Er is een algemene verhoging in het bewustzijn. Heel veel mensen worden zich steeds meer bewust van het grotere geheel. En dat maakt dat alles veel, veel sterker met elkaar verbonden wordt op dit moment. We voelen trouwens ook dat we een fase hebben afgerond en dat er een nieuwe energie bij ons binnenkomt. Daar hebben we de afgelopen maanden heel veel over gepraat. Dat hebben we heel goed kunnen voelen. We worden vooral uitgedaagd om voor datgene te gaan wat ons roept. Zo noem ik het wel graag. Het is de leeuwenpoort brengt een energie naar ons toe en maakt iets in ons wakker. En we worden ons dan bewust van wat we in ons hebben. En ja, we worden inderdaad uitgedaagd om te gaan luisteren naar datgene wat in ons leeft, wat ons aangeeft wat we kunnen gaan doen in dit leven, wat belangrijk is voor onszelf. Ik kan spreken over een soort van missie of wat belangrijk is in dit leven. Onze levensopdracht waar we in dit leven onze energie aan mogen geven. We voelen dat het leven veel meer van ons vraagt. En dat we nu over die energie beschikken om dingen in beweging te brengen. Het wordt ons steeds duidelijker wat ons levensdoel is. Of we voelen op zijn minst de enorme drang om nieuwe dingen te gaan opzoeken, nieuwe dingen te gaan ervaren. We voelen dat we iets mogen doen met wat we in ons hebben. En we worden ons ook steeds meer bewust van het grotere geheel. Van hoe alles met elkaar verbonden is, hoe alles samenwerkt, of hoe bepaalde dingen elkaar misschien tegenwerken. Heel veel mensen kunnen nu van op een afstand naar de dingen kijken en zien daardoor ook duidelijk hoe alles met elkaar verbonden is, hoe alles een invloed heeft op elkaar en waarom datgene gebeurt wat er gebeurt uiteindelijk. Heel veel inzichten dus, het grotere geheel kunnen bekijken, ook heel goed zien hoe bepaalde dingen elkaar kunnen beïnvloeden, hoe bepaalde mensen elkaar kunnen beïnvloeden, hoe alles met elkaar verbonden is, hoe bepaalde dingen ook doorbroken kunnen worden. Dat is misschien nog het allerbelangrijkste, dat er inderdaad een bewustwording gaande is, dat we ons bewust worden van het feit dat we de dingen ook anders kunnen aanpakken, dat we de dingen ook kunnen veranderen, zelf in handen kunnen nemen en dat dat ook het grotere geheel gaat veranderen. De energie van de leeuwenpoort laat ons dat voelen. Wat onze opdracht daarin is. Wat wij zelf kunnen betekenen in dat grotere geheel. Wat mogen wij nu gaan doen? Het zijn hogere energieën. Het is de energie van de kosmos. Die ons laat voelen wat we voelen. Om ons op dit moment verder te helpen. Eventjes de energie van de leeuwenpoort. Waar is dat van afkomstig? Het waren de Egyptenaren die zich al enorm bewust waren van deze energie. En alles draait om de planeet Sirius. Nu, Sirius is eigenlijk een ster, een heel heldere ster. Die is
Ik heb dat eventjes opgezocht hoor. Het is 2 keer zo groot als onze zon. En haar licht is zo krachtig dat wij ze kunnen zien van op aarde. En al sinds begin juli bereikt haar energie onze planeet. En de Egyptenaren zagen haar dan vlak boven de piramides verschijnen. En voor hen was dat een teken van de kosmos, van het universum. Een teken van nieuw leven, een teken van overvloed, een overvloed aan leven. En vooral omdat deze ster zo helder is. Die is wel 20 keer zo sterk als onze zon. En vandaar ook heel goed zichtbaar. Dus de Leeuwenpoort dankt ten eerste haar naam aan het teken leeuw, waar de zon zich nu in bevindt. En op 8 augustus staat de zon net in te midden van dit teken. Nu, samen met de stand van andere planeten zorgt dit op dit moment ook nog voor een bijzondere energie. Maar ga dan zeker even kijken naar video's van astrologen die daar veel meer over kunnen vertellen. Wat ik jullie vooral wil meegeven, is dat de huidige energie ons nog altijd helpt om te zuiveren op emotioneel vlak. Alles wordt geheeld en gezuiverd, maar vooral afgerond. We worden definitief bevrijd van oude zaken en specifiek eigenlijk ook zaken die we hebben meegekregen vanuit onze geschiedenis, onze familie en vanuit vorige levens. Nu, toen ik deze video aan het voorbereiden was, besefte ik dat het de kaart was van vorige levens die tijdens de reading van de nieuwe maan naar voren kwam voor de energie voor de komende weken. Kan je even terug gaan kijken naar die video. Dat is ook de energie van de maan, van het ongeziene. En op dat moment kon ik die kaart nog niet helemaal goed plaatsen. Maar inderdaad, hetgene wat we eerder nog niet konden zien, dat komt nu heel sterk naar boven. En ook zaken vanuit vorige levens, of wat we mee hebben gekregen via onze familie, die kunnen we nu gaan oplossen, gaan aanpakken. Die stukjes worden vooral geheeld en gezuiverd. Dus oude karmische stukken worden daarmee opgelost. Dus alles wat je hebt meegekregen vanuit je familie, door je afkomst, dat kan je nu volledig loslaten. De energie vraagt jou om alles wat jij nog onbewust met je meedraagt, dingen die je gedrag bepalen, dingen die je manier van denken bepalen, dus alles wat niet van jou is en je dus ook weghoudt van jezelf en je tegenhoudt om volledig in contact te gaan met jezelf, om dat compleet en definitief los te laten. De energie vraagt jou om al die zaken los te laten door je te verbinden met de kosmos, door je te verbinden met dat heldere licht. Door je open te stellen voor meer en voor beter. Dat is ook een heel belangrijk iets in de huidige energie. Er wordt ons heel veel aangeboden. Dus het is belangrijk dat we die oude zaken gaan loslaten, zodanig dat we veel meer kunnen gaan ontvangen, veel betere zaken kunnen gaan ontvangen en dat we in die overvloed kunnen gaan. Dat we ons helemaal kunnen openstellen, dat we ons ook bewust worden van die grootsheid, van het feit dat er zoveel is. Dus ga in die verlichting. En we zijn hier al een tijdje mee bezig, hè? Met het opruimen, met het loslaten van de emotionele stukken en dergelijke. Maar de energie van deze heldere ster helpt jou om alles wat nog vastzit in jouw systeem. Ook al ben je er niet bewust van, dat het jou nog op een of andere manier beïnvloedt. Dus alles wat ooit is vastgezet in jouw systeem, om dat te laten wegsmelten als het ware, door het heldere licht van de sterren Sirius. Belangrijk vind ik ook dat je dit kan doen vanuit liefde. Ten eerste vanuit liefde voor jezelf, maar ook uit liefde voor je verleden. Liefde voor je ouders, de liefde voor je grootouders, je voorouders, je algemene familie, misschien ook je zielengroep, waar je in vorige levens mee in contact bent gekomen.
dat je vanuit een heel zachte energie, vanuit een heel liefdevolle energie, voor jezelf, maar ook voor hetgene waar je bent doorheen gegaan, als persoon, maar ook als ziel, dat je dat gaat loslaten. Dat je weet dat dat jou gevormd heeft, maar dat je daar op een heel liefdevolle en positieve manier in gaat staan. Nu, algemeen, de energie gaat nog door tot september, dus we hebben nog voldoende tijd. Maar nu, op dit moment, 8-8, komt dit op een hoogtepunt. En iets wat mij al heel erg is opgevallen, is dat we op dit moment worden gewezen op onze verantwoordelijkheid. En het feit dat wij dit nu zelf kunnen veranderen. Het is niet dat we iets heel specifieks moeten gaan doen. Hè? Het is niet dat we iets heel specifieks moeten gaan veranderen in ons leven. Het is meer iets wat we kunnen veranderen in onszelf. Hoe we er zelf gaan instaan. Gewoon door ons open te stellen. Gewoon door de energie toe te laten. Dat het belangrijk is dat we onze verantwoordelijkheid daarin nemen. Dat wij zelf kunnen zeggen, ja, ik wil dit. Ik stel mij open en ik laat dit toe. Ik ga hier helemaal in mee. Die poort gaat open. Het is iets wat zich opent. Het is een nieuwe energie die wordt aangeboden. Er kan jou nog zoveel worden aangeboden. Als je het niet grijpt, als je het niet vastneemt, ja, dan gebeurt er heel weinig. Dus laat de energie toe. Grijp ze vast. Maak ze van jou. Laat ze binnen. Het is inderdaad allemaal wel fijn om te weten dat de energie verandert. En velen zitten dan ook te wachten op het moment dat alles verandert en dat alles beter wordt. Maar wachten is niet echt de manier. Je mag geduldig zijn met jezelf. Je mag zacht zijn voor jezelf en je tijd nemen. Maar neem het ook in handen. Het wordt je aangeboden nu. Dus neem het vast. Ga in jouw liefde staan. Doe het voor jezelf. Maak contact met het grotere geheel en weet dat je jezelf aan het bevrijden bent van al die oude stukken. Straks in het tweede deel kom ik daar nog eventjes op terug, hoe je het oude onderscheidt van het nieuwe, hoe je die nieuwe energie ook kan herkennen. Dat is voor straks, voor het tweede deel. Maar ik wil jullie in dit deel vooral meegeven dat het nu echt het moment is om vanuit die vuurenergie naar voren te stappen. Om jezelf te laten zien, om jezelf in het licht te plaatsen, in die verlichting, in die groei. Vanuit liefde, maar ook vanuit een soort van respect voor je verleden. Respect voor je afkomst. Dat jij nu de dingen kan gaan omkeren. Dat jij degene bent die dingen die van generatie op generatie al zijn doorgegeven. Dat jij dat nu kan gaan doorbreken, door gewoon voor jezelf te gaan staan. Het is niet voor niks dat we door alles en iedereen rondom ons worden uitgedaagd. Velen gaan dit herkennen. De afgelopen weken zijn er toch wel heel stevige dingen gebeurd. Hoe vaak hebben anderen jou misschien niet proberen uit evenwicht te brengen de laatste tijd? En dan komen er gevoelens los. En wat mij vooral is opgevallen, zijn gevoelens die te maken hebben met schuldgevoel. Schaamte misschien af en toe. Dat je ook het gevoel kan hebben gehad door het gedrag van anderen of door reacties van anderen. Dat je het gevoel kan hebben gehad dat je hier niet mag zijn. Of dat je jezelf de vraag hebt gesteld van wat doe ik hier eigenlijk? Is het wel oké? Gewoon algemeen zaken die je aan jezelf doen twijfelen. Dat is eigenlijk al die oude energie die jou wil tegenhouden om in dat nieuwe stukje te stappen. Al die dingetjes worden dan in jou aangeraakt. Hè? Schuldgevoel is daar een heel gekend iets in. Er wordt jou ofwel iets in de schoenen geschoven, of er wordt iets naar jou toegeschoven wat eigenlijk niet bij jou hoort. Maar om jou net tegen te houden in je groei. En
Blijkbaar was dat belangrijk, dat we dat nog eens doormaakten. Dat we nog eens door anderen werden geconfronteerd met oude gevoelens, omdat we die al heel ons leven met ons hebben meegedragen en omdat we die nu net aan het loslaten zijn. Dus hoe vaak ben jij de laatste tijd geconfronteerd met oude pijn, omdat die werd aangeraakt door anderen, of omdat anderen zich gingen verzetten tegen jou, of jou met een heel vreemd of naar gevoel probeerden achter te laten? Dat zijn echt die laatste karmische stukjes die jij door mocht gaan, omdat je nu zou beseffen, omdat je nu vooral zou voelen dat dit niet van jou is. Dit is niet meer van jou. Dit hoort niet meer in jou. Jij hoort dit niet meer met jou mee te dragen. We zijn allemaal heel krachtige, verlichte wezens. We zijn zuivere, heldere zielen. En daarin mogen we onszelf nu gaan herkennen. Dat we gewoon heel krachtig zijn. We zijn heel zuiver. Alles wordt ons heel erg duidelijk. We kunnen de dingen ook heel duidelijk zien. En het is belangrijk dat we onszelf gaan herkennen. Dat we onszelf in onze kracht gaan plaatsen. Dat we vertrouwen krijgen in onszelf. En dat we onszelf durven laten zien. Dus voel hoe jij dit op dit moment zelf nu kan bepalen. Hoe jij gesteund wordt door deze energie. Het is alsof deze energie ons een duwtje in onze rug geeft. Van kom aan, ga ervoor. We krijgen de kans om alles helemaal om te draaien, om alles definitief af te sluiten. We krijgen de kans om liefde in overvloed toe te laten. In onszelf, om liefde aan onszelf te geven, maar ook om het nadien uit te stralen en te delen met anderen. En dat is iets wat trouwens ook in de reading van de nieuwe maan naar voren kwam. Het delen met anderen. Je verenigen met anderen. Dus in dat stukje vallen de dingen voor mij ook op zijn plek. Dat we liefde mogen toelaten voor onszelf, maar dat het ook een goede tijd is om de dingetjes naar buiten te brengen en dingen te gaan delen. Ik organiseer trouwens volgende week, donderdag, met de volle maan een Q-lichtcirkel met de Lavender Love, dus onvoorwaardelijke liefde. Dus mocht je interesse hebben om je nog meer in die onvoorwaardelijke liefde te plaatsen, je kan deze Q-lichtcirkel gewoon online van bij je thuis volgen. Ik zal de info onderaan deze video plaatsen. Deze cirkel draait inderdaad om liefde zonder voorwaarden, liefde zonder grenzen. En dat is ook de energie van de Leeuwenpoort. We krijgen de kans om onze eigen weg te gaan. We krijgen de kans om te gaan leven vanuit onze eigen energie. En we worden zo intens geraakt door de kosmos. We worden zo intens geraakt in onszelf. Heel diep binnen in onszelf wordt er iets losgemaakt. En dat komt door datgene waar we allemaal mee verbonden zijn. We voelen dat we met elkaar verbonden zijn, dat alles ook met elkaar verbonden is. En dat is die energie van liefde. Het kan allemaal een beetje zweverig klinken, maar het voelt voor mij als iets heel sterk, iets wat heel intens naar boven komt nu. En het belangrijkste is dat wij nu keuzes kunnen maken. En dan bedoel ik vooral dat we kiezen waar we onze aandacht op richten, waar wij mee bezig willen zijn. In hoeverre we ons openstellen, dat stukje vooral. Stellen we ons nu volledig open? Hoe laten we onszelf zien? Hoe kunnen we onze eigen energie naar buiten brengen? Durven we onszelf te laten zien? En durven we vanuit onze eigen energie te gaan leven? Want dat maakt ons net heel krachtig. En dan hoeven we, dan hebben we alle angsten en alle dingetjes die ons ooit hebben tegengehouden, volledig losgelaten. Vooral het voelen dat we hier nu zijn. Dat we ergens vandaan komen.
maar ook dat we ergens naartoe kunnen. Dat we verder kunnen gaan. En dan vooral dat we verder kunnen gaan op een veel hoger niveau, zoals ik daarnet zei, naar meer, naar beter. Dat het verleden er is geweest en dat we daar respect voor hebben en dat we daar op een heel zachte manier naar kunnen kijken en het ook gewoon aanvaarden, maar ook op die manier achter ons laten. En dat we ook vooruit durven kijken. Dat we voelen vooral dat we verder kunnen gaan. En dat er veel meer op ons wacht. Dat er veel betere zaken op ons wachten. En dat we ons daarvoor vooral openstellen. Dat we dat voelen, dat er iets grootser is. Iets wat ons veel meer ruimte gaat geven. Dat er veel meer is wat we nog niet kunnen zien. Dat we nog niet helemaal kunnen voelen. Maar dat het wel een soort van bevrijding is. Ja, dat is de bevrijding waar we al zo lang op hebben gewacht, waar we al zo lang over praten. Alleen wordt ons nu gevraagd om daar zelf voor te gaan staan. Om naar voor te stappen en te zeggen, ja, ik laat los. Om te zeggen, ja, ik stel mij open. Ja, ik stel mij volledig open. Ik ga volledig in die liefde staan. Ik ga volledig vanuit mijn liefde aanwezig zijn. De leeuwenpoort. Het is een poort. Het is een doorgang. Het is iets wat wordt geopend voor ons. Maar het is wel aan jou om in die nieuwe energie te gaan. Je kan ze voelen. Iedereen kan ze voelen, die nieuwe energie. Maar ga jij er ook wel voor? Durf jij ze vast te nemen? Durf jij ze volledig binnen te laten? Want jij kan nu samenwerken met die energie. En wat ik ook belangrijk vind in dit stukje, dat onze hogere mannelijke en onze hogere vrouwelijke energie, dat die nog meer in evenwicht komen door die algemene energie. Dus onze hogere mannelijke en vrouwelijke energie komt nog meer in ons, in evenwicht in onszelf. Dus je kan iets vervolledigen. Er is iets wat al lange tijd aan de gang is. Nu, vele astrologen spreken van een afronding, van een cyclus. Een cyclus van meer dan 2 jaar zelfs. Nu, dat is wat er algemeen wordt weergegeven. Maar zo voelt het ook voor mij. Alsof er een belangrijke periode wordt afgesloten, maar dat we ook heel veel kansen krijgen. Dat het ons echt een frisse nieuwe start wordt. Ik ga het hier eventjes houden voor het eerste deel. Ik wil nog even meegeven dat je in beeld links een amethyst ziet vanuit Brazilië. En aan de rechterkant een rookkwarts, 2 clusters. Ik zal de linkjes naar de werking van deze 2 kristallen ook onderaan plaatsen, onderaan deze video. En dan horen jullie mij zo meteen voor het tweede deel, waar ik het vooral ga hebben over de oude en de nieuwe energie, hoe je daarmee kan omgaan, hoe je dat kan herkennen ook, het oude stukje en het nieuwe stukje. Dus tot zo meteen voor het tweede deel.